Ja, je ziet het hier ook weer. We bedenken heel veel moois in Brabant, maar vaak gebeurt dat ook nog versnipperd. En het gevolg is dat we op verschillende plekken soms hetzelfde aan het ontwikkelen zijn, zonder dat we dat van elkaar weten. Het is zonde van de tijd en zonde van het geld. En daarom is er nu Beagle, een initiatief van de Brabantse universiteiten en hogescholen in samenwerking met de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Paul Rup, je bent de bestuursvoorzitter van Avans Hogescholen. Wat gaat er nu precies mis? Nou, er gaat niet zoveel mis als wel dat we heel veel kansen laten liggen. Er zijn ongelooflijk veel initiatieven in Brabant. Brabant is echt een kennisrijke en innovatieve provincie. Maar waar de zaken misgaan, om het maar zo te noemen, is dat, en ik zie het schip van Darwin, de Beagle, ja, die op zoek hij, was he? Naar de missing link. Mm-hmm. De links worden niet altijd gelegd. Dus iemand is met een innovatief idee bezig, loopt ergens tegenaan en weet niet waar die moet zijn om nou juist dat stukje kennis wat hij ontbeert toe te kunnen voegen om die laatste stap te kunnen zetten. Wij krijgen vanuit het hoger onderwijs, dat geldt voor de universiteiten en de hogescholen, duizenden aanvragen per jaar om op allerlei gebieden mee te denken. We doen zelf ook veel aan onderzoek en ontwikkeling. En als wij in staat zijn om de goede mensen aan boord te brengen die met die bedrijven, die op zoek zijn naar die missing link, samen een nieuwe ontwikkeling te gaan starten, dan denk ik dat we een heleboel bedrijfjes over wat dan in de theorie heet de Dead Valley, de dode vallei, heen kunnen helpen, zodat ze een gezonde start kunnen gaan maken. Maar er zijn toch ook al heel veel initiatieven waarin de overheid, onderwijs, ondernemers al samenwerken. Waarom is het nou zo moeilijk om elkaar gewoon even te vinden? Nou, want daar komt het toch op neer. Er zijn inderdaad enorm veel initiatieven. En wat we nog zoeken, is de verbindingen daartussen. De beste innovaties, de bedrijfjes die met de meest wonderlijke nieuwe ontwikkelingen komen, zijn bijna altijd bedrijven die op het snijvlak zitten van twee of drie totaal verschillende bedrijvigheid. En die worden bij elkaar gebracht door konten. Maar waarom kijk hoe Beagle de smartphone is ontwikkeld. Ja, ja. Vertel. Nou ja, ook het is ooit begonnen als een telefoon. Mm-hmm. Dat was de bedoeling. Als je naar de jeugd tegenwoordig krijgt, die gebruikt de mobiele telefoon helemaal niet meer als telefoon. Nee. Die gebruiken hem als hun draagbare computer waar allerlei functies op zijn gekomen. Daar zijn Apple en smartphones, er zijn een aantal mensen bij elkaar gekomen. Die hebben van elkaar de technieken gezien, die zijn ze gaan combineren en daar is een nieuwe ontwikkeling gekomen. Oké, maar dan heb je dat dus in de vorm van Beagle. Maar waarom gaat Beagle dat wel lukken? Hoe krijg je die connectie? Kijk, Brabant is sowieso heel sterk in zijn verbindingen. Als je kijkt naar ik merk het aan mezelf, hè, in de tijd dat ik nog gedeputeerde was, kwam ik natuurlijk in alle delen van Brabant. Ik ben een andere functie gaan doen. En sommige mensen zeiden van god, ben je dan weg? En ik weet niet dat de commissaris van de Koning, toen nog van de Koningin, Wim van der Donk, zei, jij bent niet weg. Jij stapt een zetel verder in het netwerk. En dat is dus ook zo. Ik zit nog met allerlei type mensen aan tafel waar ik vroeger ook zat. Die kennen elkaar. Mm-hmm. Alleen waar het echt gebeurt, dat is daaronder. En die kennen elkaar niet altijd. Okay, maar wat wij dus nu proberen te doen, is met name vanuit onze docenten, studenten, lectoren, hoogleraren van Tilburg en Eindhoven, die moeten de verbinding gaan maken met die mensen die echt met het werk bezig zijn. Maar wij waarom praten zij? Heel veel belangenorganisaties. Want ik zie dan onder het pak staan een aantal handtekeningen. Hè? Het is ondertekend. Het is ondertekend door twee universiteiten, vier hogescholen. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij heeft zijn krabbel gezet. Maar waar is de provincie? Zij zijn toch ook met name aanjager in dit hele verhaal? Ja, dus we hebben ook met de provincie daar overleg over gehad. We hebben vorige week vrijdag tijdens de lunch van Provinciale Staten het pamflet ook aangeboden. En de commissaris heeft het in ontvangst genomen. En ik ben ervan overtuigd dat het een rol gaat spelen bij het bestuursakkoord dat gesloten gaat worden. En welke rol dan? Omdat de BOM, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Jan Pelle, die mede-initiatiefnemer is hiervan, die hebben de gelden geparkeerd gekregen van de provincie, de zogenaamde Essent-gelden. Toen bij de verkoop van Essent zijn er een paar miljard naar de provincie gekomen. En de bedoeling is dat die gelden worden ingezet om het welzijn en de welvaart in Brabant die zijn niet op. Te verbeteren. Die zijn nog zeker, nee, die zijn nog zeker gek, niet op. Hè? Die zijn nog zeker niet op. En even voor de. Kijk, ik vertegenwoordig hier de gewone normale Brabander. Ja, ik niet, aan tafel. Nou, dat weet ik niet. U had het over een zetel, ik zit op een stoel. Ja. Maar wat ik wilde zeggen, wij zijn. Zou je eens kunnen uitleggen hoe dat nou fysiek concreet allemaal gaat? Nou, een heel mooi voorbeeld is wat we net in het filmpje hiervoor zaten van Phonetics. Dat is onder andere, wordt het ondersteund door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Want dat is dus een voorbeeld van een innovatie die afgeleid is van een aantal bestaande, zoals er bij ASML en bij Philips zit. En die zijn een paar ondernemers die hebben gezegd, hé, wij kunnen nog een stap verder gaan zetten. Die hadden startkapitaal, investeringskapitaal er ook voor nodig. Die hebben ook kennis gehaald, onder andere bij de TU Eindhoven. Mm-hmm. En daar wordt de verbinding gelegd. En vervolgens wordt de financiering geregeld dat ze door kunnen gaan. Maar en dat hoe is moet dus ik de bedoeling van die zijn er overlegorganen, de bij elkaar met allerlei verschillende. Maar hoe breng je dan in kaart wat er allemaal speelt in deze provincie? Daarvoor heb je dus mensen nodig aan boord van dat schip
die de provincie kennen, die de regio's kennen. Dat betekent dat je ook niet met één bemanning vaart, maar dat je afhankelijk van datgene wat er gebeurt, de juiste mensen aan boord moet krijgen. Wij weten vanuit ons hoger onderwijs, weten we exact waar de verschillende thema's zitten met de mensen die daar iets van weten. We werken met de Kamer van Koophandel samen, we werken met de Bond samen, we werken met de gemeente en de provincie dadelijk samen. Die horen ook, die krijgen ook aanvragen en daar moet een verbinding worden gelegd. Maar van wie komt dit initiatief dan uit? Zeg maar, zijn het straks de studenten die de hulp van de ondernemers nodig hebben zeggen, pak mij bij de hand of is het andersom? Wat wij ook willen gaan doen, is bijeenkomsten organiseren. Mm-hmm. Klein tot heel groot. Om daar ook op te halen wat er leeft en wat er is. Het grootste probleem is, maar dat zult u ongetwijfeld weten, het MKB. Daar gebeurt ongelooflijk veel. Maar die mensen zijn gewoon dag en nacht met hun werk bezig. Die hebben geen tijd om naar allerlei conferenties te gaan. Die hebben geen tijd om al dat soort van subsidieregelingen te volgen. Die zijn aan het werken. En die mensen moeten wij zien te bereiken en zien te raken. En daar moeten we de verbinding maar ook een stukje van weg kunnen nemen. Om te zorgen dat ze met een provinciesubsidie of met een Horizon 2020 Brussel kunnen gaan werken. Als laatste dan, tot hoeveel bedrijven moet dit leiden? Wij gaan ervan uit dat wij zo'n 500 start-ups per jaar, innovatieve start-ups, kunnen opleveren. We hebben er nu al de nodige die vanuit de universiteit en de hogescholen starten. Mm-hmm. Of waar wij de contacten mee hebben. Ik heb daar prachtige voorbeelden van. En wij willen zo'n 10.000 aanvragen met studenten, hoogleraren, lectoren jaarlijks gaan begeleiden. Oké, we houden het in de gaten.